Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Similio laten zien. En wel in de Jurassic World uitvoering. Want Similio is zo'n spelletje wat eigenlijk al heel lang bestaat in meerdere thema's. Maar ik heb het nog nooit gespeeld en toen kwam er de afgelopen Spiel in Essen. Kwam ineens Jurassic World op de proppen en dan heb je mijn aandacht. Dus ik heb maar gewoon gelijk gekocht. En gelukkig is het eigenlijk nog best wel een leuk spelletje ook. Eén speler mag één kaart bekijken, legt daarna 12 kaarten neer en moet met andere kaarten hints gaan geven welke kaart die speler gezien heeft. Alle andere spelers moeten dat gaan raden aan de hand van de hints die speler geeft. Klinkt simpel, is er eigenlijk ook, dus laten we snel gaan kijken hoe dat gaat. Spelregels zijn super simpel en de lol van het spel zit hem vooral in de discussie die de andere spelers hebben over welke hint nou bedoeld wordt. We hebben een hele stapel kaarten, in dit geval allemaal met het Jurassic World thema. Eigenlijk zijn het gewoon allemaal dino's of vliegende reptielen of zwemmende reptielen. Die stapel wordt even geschud en de speler die de hints gaat geven, die trekt daar 12 kaarten vanaf. Mocht je alle kaarten willen zien, kan je even mijn uitpakfilmpje kijken wat hiervoor gepost is. Dan ga ik alle kaarten even langs. Die speler trekt dan willekeurig één kaart van die stapel en die zit in dit geval gelijk een van de leukste en bekendste dino's, de Triceratops. Die moet hij even onthouden, dat hij die gezien heeft. Hij schudt alles en hij legt de kaarten in een grid neer van 4x3. Zodat alle spelers het goed kunnen zien. Ik moet dus onthouden dat ik als hintgever deze kaart heb gezien, maar dat mogen de andere spelers absoluut niet weten. Van de rest van de kaarten trek ik er nog 5 en die mag ik als hintspeler in mijn hand nemen. En met deze kaarten ga ik een hint geven. Na mijn eerste hint moeten de spelers één kaart aanwijzen die omgedraaid wordt en die dus niet, als het goed is, de Triceratops gaat zijn. Na de tweede hint moeten ze er 2 omdraaien, dan 3 en dan 4. En dan zijn er nog maar 2 kaarten over. Geeft de hintspeler een laatste hint en dan moeten de spelers kunnen raden welke kaart die hintspeler gezien heeft. Hebben ze het goed, dan hebben jullie gezamenlijk met z'n allen het spelletje gewonnen. Is dat fout? Komt natuurlijk grote verontwaardiging van de hintgever. Hoe hebben jullie mijn hints nou niet kunnen begrepen? Goed. De speler die de hint gaat geven kan dat op 2 manieren doen. Tenminste, je speelt 1 kaart, hoe dan ook. Speel je de kaart verticaal, dus net zoals de kaarten op tafel liggen, dan geef je daarmee aan dat iets op deze kaart staat wat overeenkomt met een kaart die jij gezien hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn het soort dinosaurus, planteneter, vleeseter of bijvoorbeeld zwemmend of vliegend, maar je kan ook naar de kleur gaan kijken. Zou ik deze kaart dus rechtop spelen, dan geef ik een teken aan de andere spelers. Hey, deze kaart lijkt op een kaart die ik gezien heb met iets. In dit geval zouden ze dan waarschijnlijk heel snel bij deze kaart gaan uitkomen. Maar de hintgever kan hem ook dwars spelen. Dan geeft hij aan, iets wat op deze kaart staat, heeft absoluut niets te maken met de kaart die ik gezien heb. Dus dan kunnen de spelers denken, het is geen blauwe kaart, het is geen zwemmende dino. En de dino staat niet op een blauwe kaart. Oftewel, dit zou een mooie, makkelijke eerste kaart zijn om te spelen. Als ik deze nu zo speel, dan weten ze dat ik de kaart die ik heb gezien geen overeenkomst heeft met deze kaart. En het lijkt me logisch dat ze dan deze kaart gaan aanwijzen. Die lijkt er nog het meest op, dus hier heeft hij niks mee te maken, dus die kunnen we veilig omdraaien. Hebben de spelers het benodigde aantal kaarten omgedraaid? In dit geval is dat er maar 1. Dan geeft de hintspeler gelijk aan, dat is goed, we gaan door. Of, jullie hebben nu de kaart omgedraaid die ik heb gezien. Maar we gaan nog even door en de hintspeler mag weer een nieuwe kaart trekken. Zodat hij weer 5 kaarten op zijn hand heeft en hij kan weer een nieuwe hint gaan geven. Zullen we eens even kijken of we wel een hint kunnen geven. Doe gewoon even voor het voorbeeld. We leggen deze kaart rechtop neer. Deze hint blijft nog steeds geldig, dus hij heeft niks te maken met deze dinosaurus. Maar op deze kaart is wel iets van overeenkomst met een van de kaarten die er ligt. Denken de spelers, dat is gek. Het was geen vleesetend zwemmend ding en nou is het ineens wel een zwemmend vleesetend ding. Hoop ik als hintgever dat ze dan denken, misschien komt de kleur wel overeen. Dus dan hebben we hier een kleur die erop lijkt en hier nog 2 en misschien die. Alleen omdat het de tweede hint is, moeten ze nu 2 kaarten gaan omdraaien. Dus dan denken ze misschien, weet je wat, we draaien deze om en we draaien deze om. De hintgever pakt weer een nieuwe kaart, speelt weer een kaart. En nu moeten er 3 kaarten omgedraaid gaan worden die het niet zijn. Ik blijf dan denk ik toch voor dit geval een beetje op de kleur hangen. Hoewel dit natuurlijk een planteneter is.
Dus dat komt misschien ook wel goed uit, want de Triceratops is ook een planteneter. Dus ook deze leg ik zo neer. En nu moeten er dus door de andere spelers 3 kaarten omgedraaid gaan worden. Hopelijk denken ze dan weer van, hey, hij speelt een beetje een oranje-rode kaart. Dat komt overeen met de vorige kaart, dus dat zullen misschien wel de kaarten zijn die hij gezien heeft. Laten we dan 3 kaarten omdraaien die niet oranje zijn. Dus bijvoorbeeld, wel deze lijkt er nog wel een beetje op. Laten we dan bijvoorbeeld deze 2 vogels omdraaien. En dan deze vogel ook nog. Nou, de hintgever pakt weer een nieuwe kaart. Mag nog een keer een kaart opendraaien. En nu moeten er 4 kaarten omgedraaid gaan worden. In dit geval zou ik kunnen bijvoorbeeld denken van, hey, we hebben in elk geval nog 3 dino's die op hun achterpoten lopen. Dus als ik nou zo'n dino neerleg. Maar ja, ze moeten er 4 omdraaien. Nou ja, ik ga hem zo neerleggen. Je kan zelfs nog zo ver gaan dat je denkt van, oh, sommige dino's kijken naar links, sommige kijken naar rechts. Dus daar kan je ook nog hints mee geven. Maar als 4e kaart leg ik deze dan dwars neer. Oftewel, de dino die ik gezien heb, heeft niks te maken met de Gallimimus. En dan gaan ze weer kijken. Nou, dan zal het misschien geen dino zijn die op 2 poten loopt. Deze dan weer wel, maar ja, dat ging misschien om de kleur. Dus we doen alle dino's die op 2 poten liggen, die kunnen sowieso weg. Dus dan hebben we 1, 2, 3. En nou moeten ze er nog eentje kiezen. En dan gaan ze hopelijk zeggen, nou, het was een beetje deze kleur, dus dan draaien we deze ook nog om. En met een beetje mazzel zijn er dus nu nog maar 2 kaarten over. Mag ik weer een nieuwe kaart erbij gaan trekken en moet ik nu als hintgever de laatste hint gaan geven, waarmee de spelers moeten gaan kiezen welke dino het was. En ik vind dat best een uitdaging, want ondanks dat deze 2 dino's niet echt op elkaar lijken, heb ik ook niet echt kaarten, vind ik zelf, waarmee ik dat even makkelijk kan gaan duiden. Ze hebben allebei 4 poten, het zijn allebei planteters, allebei een beetje een gele achtergrond. Nou, dan ga ik misschien naar wat ik net zei, waar je ook nog op kan hinten. De dino kijkt naar rechts of naar links. En dan heb ik hier een aantal dino's die naar links kijken. En hier zit ook een beetje groene kleur op, die ook op de Triceratops zit. Dus dan ga ik deze kaart spelen en dan zeg ik, de kaart die we zoeken heeft overeenkomst met deze kaart. Nou, de andere spelers weten, het moet een van die 2 zijn. Hopelijk snappen ze de hint en gaan ze deze aanwijzen waarop ze deze omdraaien. Et voilà! We hebben het potje met z'n allen gewonnen. De hints waren duidelijk genoeg om de winnende kaart eruit te trekken. Mocht tijdens het omdraaien van die kaarten al voortijdig de kaart die ik gezien had omgedraaid zijn, dan is het spelletje gelijk afgelopen en hebben we het met z'n allen verloren. En dat kan je dus meerdere keren doen, waarbij elke speler bijvoorbeeld 1 keer de hintgever gaat worden. En dat is hoe Similio Jurassic Park, maar ook eigenlijk elke Similio gaat. 1 speler geeft hints door de kaarten rechtop neer te leggen, waarbij hij zegt, de kaart die ik gezien heb lijkt erop, heeft een overeenkomst met iets wat op deze kaart staat. Of je legt hem dwars neer. Er staan dingen op deze kaart waar de kaart die ik gezien heb niets mee te maken heeft. En zo moet je in 5 stappen naar de goede kaart zien te komen. Na de eerste hint 1 kaart omdraaien. Tweede 2, derde 3, vierde 4. En voor de 2 kaarten die overblijven mag je dan nog een laatste hintkaart spelen. En zo wordt het gespeeld. Nogmaals, mocht je alle kaarten even willen zien, kijk dan even mijn uitpakfilmpje waarin ik ze allemaal langs ga. En er zijn dus meerdere thema's van dit spel beschikbaar. Dus mochten jullie nog vragen hebben over Similio, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.